Real, toch Vanessa? Ja, mooi woord. Wat betekent dat voor jou, real? Authentiek zijn, je helemaal jezelf durven zijn met alles dat je bent. Dus ook de imperfecties gewoon durven leven. Ja, dat. Heb jij iets met het woord real? Ik heb weinig met het woord real als in de diepgang die jij daarin ervaart. Maar ik voel hem wel. Weet je, dat de realness mag er gewoon zijn. Of je nou leuk is of niet. En is een proces, maar een mooi proces voor iedereen. Ja. Nu ben ik natuurlijk heel benieuwd, wat is eigenlijk jullie proces om hier vandaag samen te zitten bij mij aan tafel? Ja, nou, ik denk wel dat jij hebt bijgedragen in mijn leven om diepgang te brengen in het woord real. In het authentiek durven zijn en met name ook echt het leven te accepteren met alle ups en downs en met alle bizarre gebeurtenissen waar je soms helemaal niks van snapt. En daar ook jezelf helemaal in durven voelen en toelaten. The good and the bad. Om dan vervolgens toch een heel mooi cadeau te ontvangen daarin. Ja. En ik denk dat het mooi is te benoemen waar we het over hebben. Ja. Het beestje bij de naam noemen. Ja. Het is nu ongeveer 11 jaar geleden. Ja, hè, 11 jaar geleden. Jij de liefde van je leven tegenkwam. Nou ja, en, om het beestje te noemen, ik was de andere vrouw. Ja. Want haar nieuwe liefde was mijn echtgenoot destijds, waar ik een dochter mee had en ik was zwanger van onze zoon. Dus voor mij was dat wel een donderslag bij heldere hemel, want ik had zelf niet zo heel erg in de gaten dat we wellicht onderliggend een huwelijkscrisis hadden of zo. Dus dat hij met de boodschap kwam dat hij ook de liefde van zijn leven had ontmoet, terwijl er nog een baby kwam en we al een gezinnetje hadden waarvan ik dacht waarin we happy waren. Dus het was heel intens. Mm. Maar tegelijkertijd voelde ik, dit is zo'n bizarre timing en bizarre situatie. En ja, ik had ook echt een liefdevol huwelijk met hem, dus ik ging meteen eigenlijk naar, hier moet wel iets heel bijzonders aan de hand zijn, want anders gebeurt dit niet. Hmm. Ja, dus er ging gelijk ook een soort perceptie open, meer bewustzijn. En daar ben ik uiteindelijk in gaan diven. Ja, om toch dat grote geschenk uit te pakken waar we nu inderdaad wel zijn. Ja. Met z'n allen. Ja. Ja, en aan mijn kant klinkt het heel makkelijk van oogkleppen opgedaan en we zijn er keihard meteen ingesprongen. Mijn gevoel was dat een heel ander proces waar ik absoluut geen zin in had. En ik had een prima ding gaande in mijn eentje. Ik was eigenlijk gewoon wel helemaal leuk aan het zijn. En die donderslag, zo had ik hem ook wat te pakken. Zo van, nee, dit was niet de bedoeling. Wat zijn we aan het doen? En dit is niet oké. Okay. En het was een gemorrel en gebrand, maar het was lopen met één been op een gegeven moment. Van, we moeten iets doen. Want ik kan niet meer. Ik kan gewoon letterlijk niet meer. Je kon letterlijk niet meer? Leven op één been. En het leven op één been was dit niet aangaan. En dit niet voortzetten. En wat bedoel je met dit? De relatie met Steven. Ja. Ja. En dat was een hele gekke gewaarwording. Omdat ik zei van, ja, ik was wel lekker mijn ding aan het doen in mijn eentje. Dus dat was een periode, als ik nu ook terugdenk, waar ik alles heb gevoeld en alles niet wilde voelen. Alles heb gezien, maar niet wilde zien. Ik wilde jou toen ook gewoon helemaal niet erkennen. Ook van, dit is er niet. En daarna wilde ik Steven ook niet erkennen. Van, nee, wat jij nu, weet je wel, dit. Het was één grote vage happening wat alles los heeft gemaakt. En ja, dat was een hele, heel bizar. Heel bizar vond ik het. Ja, dat was het. En ik ben heel benieuwd wat nou jou echt liet doorgaan en wat jou nou echt liet loslaten. Je moest wel op een moment, hè? Dus
waar haalde je het... Waar haalde je je kracht vandaan om door te zetten, ongeacht de situatie, van jullie allebei los, zeg maar, in je eigen verhaal? Ja, de setting was natuurlijk bizar, want er kwam nog een baby, hè? Dus dat lijkt me voor jou ook echt bizar, dat je heel veel liefde voelt voor een man die gewoon ook nog een baby krijgt met een vrouw. Dus dat moest allemaal nog ook gebeuren. Dus hij was ook heel veel nog met mij en bij mij. En ik kwam uiteindelijk denk ik op een punt dat ik dat niet meer kon dragen. Dus dat ik... Want eigenlijk hebben we ook nog een soort van gezocht naar harmonie in die periode. Van nou ja, blijkbaar gaan we dit met elkaar doen. Maar ik brandde op gewoon. Want het was emotioneel natuurlijk veel te veel allemaal. En... Dus ik koos er volgens mij, dat is mijn perceptie, hè, ervoor om echt tegen hem te zeggen, nu ga jij met haar echt de focus en het nieuwe leven opbouwen. Want ik kan niet meer. Ik kan deze situatie niet meer aan. Hebben jullie elkaar gezien in die tijd? Nee, het is echt later nog geweest. Ja. Ja. Dus ik heb hem een soort van, dat echt gevraagd. Van, ga nu dat doen met haar. Want ik kan niet meer in die tussen, wel eens niet eens wat hoe en hè, dat was te veel. Dus toen heb ik ervoor gekozen om echt mijn leven met mezelf en mijn twee kinderen op te bouwen. Wat ik echt heel spannend vond en griezelig. Dus dat was voor mij ook een spiritueel ontwaken. Want alle shadow kwam ook in mijn face gewoon. En ja, via het donker naar het licht is gewoon de weg. Ja. En ik heb toen ook heel duidelijk gezegd naar jullie toe. Ik had haar dus nog niet in het echt ontmoet. Dat duurde echt eventjes, want dat kon ik ook gewoon nog helemaal niet handelen. Dat het wel echt op mijn tempo moest gaan. Hoe we dat langzaam aan gingen combineren allemaal. Met natuurlijk co-ouderschap en zo. Want ja, ik wist dat is dus wat we nu gaan doen. Dat is nu de keus. Mooi. Maar ik moest eerst nog echt al mijn woede met mezelf processen. En gevoelens van verlaten zijn. Belogen zijn. Alles komt natuurlijk voorbij in zulke situaties. Ja. En daar wilde ik ook heel erg mijn tijd voor krijgen om daar doorheen te gaan. Want mijn keuze was wel meteen, we gaan wel voor de harmonie met z'n allen. Ik ga niet in een vechtscheiding belanden, dat wist ik heel zeker. Maar daarvoor moet je wel jezelf alle tijd geven om die heftige emoties te verwerken. Want anders gaan die scheidingspoppetjes dansen en kan het nasty worden, weet je wel. Dus dat was, dat was een uitdaging, maar dat is wel echt gelukt. Ik weet nog dat ik jou heb gezien. Nee, volgens mij nog niet eens. Weet ik niet. Maar bij 8 maanden zag ik Jameson voor het eerst. En dat was eigenlijk best wel snel. En toen eigenlijk ook meteen Vee. Ja, snel daarna kwam ik ook langs met Jameson. En toen was ik nog wel boos op je, weet ik nog. Ja. Dus dat ik dat wel ik echt iets had van, oh, ik heb heel veel zin om deze vrouw achter het behang te plakken. Ja. Maar oké. Okay. Dat mocht ik ook van mezelf zijn, boos, maar ik ging geen ruzie met haar maken. Nee. Het was gewoon elkaar feesten. Oh my god, hoe heb jij dat ervaren? Dat was, weet je wel, ik had hier niks over te zeggen overigens. Dat was gewoon niet aan de hand. Zo van, ik kan, dit is picking battles, zeg maar. Volgens mij was ik ook net geopereerd aan iets heel stoms. Ja, je was een beetje ziek, inderdaad. Dus ik zat op de bank en... En ik wist ook gewoon zo van, dat woord van, ja, Vanessa komt vandaag. En dat ik zoiets van, oké. Ja, van alle dingen kan ik daar gewoon niet tegen in, weet je wel. Die moet gewoon hier naartoe komen. En volgens mij heb jij ook gewoon de stoel gepakt en die pontificaal voor mijn neus gezet. Zo van, zo. Nu ga ik je even aankijken. Dat is wat ik zei. En het eerste wat jij daarna zei... Ja, en stom genoeg lijk je ook een beetje op mij. Dat weet ik ook nog wel. Ja, heel zei goed. Ik dat weet ik niet. Zo van... Ik stond net voor de deur en ik heb het zelfs ingesproken op de camera. Kijk hoeveel ze op elkaar lijken. Ja, hij heeft gewoon een hele goede smaak. Ja. Fantastisch. Ja, ja. En zo heb je me even een goede paar minuten toch echt even aangekeken. En, en daarna, weet je wel, En hoe voelde jij dat, Sylvie? Ja, dat was natuurlijk gewoon helemaal klote. Ja, tuurlijk is dat heftig.
Ja. En je hebt zoveel... Weet je, je bent al zo ver, maar het is allemaal nog zo heftig. En natuurlijk had ik daar helemaal geen zin in. Dus ik zou dan zeggen, nee. Oh ja, lekker, gezellig, weet je wel. Daar waren we nog niet. Nee. Dus, maar het moest wel. Dus ik zei al, van, ik had hier ook niet over te twisten. Dus ja. dit moesten we ook gewoon maar laten zijn. En het boos zijn en het uitspreken. En dat moest gewoon. Ja, en dat is denk ik ook zo mooi van dit proces geweest. We hebben eigenlijk... alles gedaan wat je dient te doen en ook dus aan te kijken wat lastig is om bij die harmonie met elkaar uit te komen. En waar moet ik me daarbij voorstellen? Je noemt dat, maar zoals we... Nou ja, zij had ook kunnen kiezen om te zeggen, nee, ik wil dit niet, ik wil haar niet ontmoeten, weet je wel. Ja. En zo ben je dus eigenlijk de vechtscheidingen aan het uitlokken door maar de hele tijd je hart dicht te houden of te kiezen voor je angst. Ja. Er zijn mensen die gewoon na jaren nog steeds niet in harmonie samen kunnen zijn als het op deze manier tot een echtscheiding is uitgelopen. Omdat mensen boos blijven, omdat ze hun eigen schaduw niet ownen, omdat ze elkaar niet kunnen ontvangen in het hart. Ik vind dat wij met z'n allen echt stap voor stap, weliswaar, want het is moeilijk, dus het kan niet gelijk... toch gewoon de ongemakkelijke momenten wel echt zijn gaan feesten. Dus in die zin hadden we allemaal eigenlijk vanaf het begin wel in de gaten... we gaan wel met z'n allen kiezen voor liefde. Want het is al pijnlijk genoeg. Dus we gaan kiezen voor liefde. Ook hoe jij mijn kinderen in je hart meteen hebt gesloten... dat is gewoon heel mooi. Dat is ook niet altijd zo. Nou, dat is bizar mooi hoe ze dat deed. En... ja, ik moet je zeggen dat ik dat soms ook een beetje irritant vond. Want dat zo... soms wil je alleen maar horen dat het een stom iemand is. Een slamme stiefmoeder. Ja. Maar dat was dus niet zo. En daarin kon ik wel verzachten. Dus voelen van, oké, er wordt mij gewoon toch ook een cadeautje aangereikt. Want doordat zij er was en dus ook heel veel zorgen overnam voor mijn kinderen... kon ik met Zing Je Vrij bezig. Want wat een hele carrière switch was. Want ik ging ook nog eens van mijn oude baan naar iets heel nieuws verhuizen. Ik ging gewoon mijn ware zelf neerzetten vanaf dat moment. En dat kon ook doordat jij er was. Dus ik ging echt leren om te kijken naar wat hier voor hoger plan achter zat... om uiteindelijk het mooiste eruit te halen voor de hele club. Dus niet alleen voor mij, ook voor jou. Ook voor de man in in dit verhaal en voor de kinderen in dit verhaal. Mooi hoor. Echt zo mooi. Maar dat is wel committed zijn aan liefde om zo te blijven kijken. Ja, snap ik. Anders ga je er ook aan onderdoor. Dus Sylvie, jij was helemaal, totdat je Steven tegenkwam, was jij helemaal leuk in je eentje aan het doen. En dus Vanessa is door een proces heen gegaan. En wat is dat voor jou geweest, dat proces? Nou ja, dat proces was, normaal gesproken was mijn proces lekker feestje en lekker werken en lekker met mijn band. En ik heb altijd ook groepen van, gezin is niet voor mij. Je hebt geen kinderen? Nu wel, maar voorheen niet, want ik was echt helemaal lang levende lol. En ondertussen natuurlijk gewoon goed aan het wegrennen voor van alles en nog wat. Maar ik heb altijd geroepen van... Sylvia, weet je, mijn familie had me al opgegeven van, nou, je bent al over de 30, bij jou hoeven we dat ook niet te zoeken. Maar op een gegeven moment krijg je iets voor je kanus en word je op de feiten gedrukt dat je toch wel een flinke rugzak aan het meedragen bent, want alles wordt bewogen, je ziet, op een gegeven moment komen er ook kinderen bij en dan word je opeens, krijg je allemaal van die kleine spiegeltjes, zo van, weet je, een meid in huis. Ja, waar was ik op haar leeftijd? En daarvoor ook dus alles werd in gang gezet in mij. En in mijn proces van, wat ben ik aan het doen? Wat heb ik gedaan? Waar ben ik trots op? Waar ben ik niet trots op? En dat was ook gewoon heel onwerkelijk. Want dat heb ik gewoon vakkundig, gewoon 30 jaar had ik dat allemaal lekker weggestopt. Dus daar is iets ook gewoon in gang gezet. Waar ik nog steeds aan het processen ben. En dat is echt gewoon mezelf kunnen aankijken. En dat is natuurlijk ook gewoon niet
dat ging natuurlijk in die situatie ook niet helemaal lekker meer. Want ik wenste eigenlijk natuurlijk gewoon wel dat ik naar iemand anders zou kijken dan naar de persoon die ik een rol, de rol die ik toen had in dit verhaal. Dus dat was pittig. Dat was pittig. En wat was voor jou de moeilijkste moment in dit geheel? Of echt gewoon een hele moeilijke moment in ieder geval? Het bij iemand moeten zijn, terwijl alles in de wereld zegt dat het niet kan. En dat moeten is een heel diep gevoel, dat is toch? Echt een oergevoel. Ja. Gewoon echt, ik gewoon letterlijk iets verbreken en dan gewoon echt letterlijk ziek zijn. Gewoon letterlijk ziek worden. Gewoon zieker per dag, maar gewoon fysiek. Van het in de tijd dat we moesten verbreken. Dus we beginnen op een gegeven moment in de tijd van de zwangerschap. Oh ja, dat is ook nog zo. Dat was ik even vergeten. Weet je, we hebben echt gewoon gekozen. En toen heb jij ook nog, weet je, we hebben nog contact gehad. Van, dit moeten we stoppen nu. Ja. En we gaan dit gaat gewoon niet stoppen. Weet je, dit gaat gewoon stoppen. En ik zei, dat was het moment dat ik gewoon echt ziek werd. Ik werd ziek. Ik werd gewoon per dag... Dus dat was niet jouw keuze om het echt te stoppen? Nee, eigenlijk gewoon was dat gewoon van iedereen de keuze. Iedereen, ja. Nee, de situatie was niet te doen. En er kwam dus nog een baby. Ja. Volgens mij was Jameson toen net geboren. En toen inderdaad hadden Steven en ik besloten het toch samen te gaan doen. Maar je voelde al eigenlijk, terwijl we dat gingen doen, het kan niet meer. Wow, er is al te veel gebeurd. Dus ik zat in mijn kraamtijd. Hij was dus weer terug. Ik was die even vergeten. Ja. Maar nou weet ik het weer. Ja. En toen voelde ik het einde is dat er al. Was, dat, was een, dat was een heel gek fysiek proces ook. Het was echt waar. Hier zijn echt oerkrachten aan te pas gekomen. Bij iedereen heb ik het idee. Ja. Dus er is wel net gewoon een hogere hand die hier gewoon een speel in heeft gehad. Ja, het werd echt inderdaad door een force uit elkaar getrokken wat was. Dus de vorm die ik met hem had, dat gezin. Oh. Jullie werden ook weer uit elkaar getrokken. Want we hadden toch zoiets van, we moeten de juiste keuze maken. Maar het was niet te doen. Want er was een andere force die echt iets anders wilde. Ja, mooi. Want het was natuurlijk niet zo van, oh, nou, we gaan hiervoor. En ik kijk nu mezelf van, hey, iedereen gaat top. En dan, nee, dan was het, niemand ging top. We waren heel erg diep. Maar wel een hele goede begrip voor elkaar. Ondanks dat je zelf in zo veel pijn zit. De keus was wel echt gemaakt. Jij gaat nu je focus op je nieuwe leven met Sylvia. En we gaan dus stap voor stap in mijn tempo de kinderen ook laten wennen aan de nieuwe situatie in co-ouderschap. Dus dat stond wel echt vast. Maar dat proces was wel super verdrietig. Want dat betekende ook het afscheid van de vorm die ik natuurlijk had als gezin. En dat was voor hem ook heel verdrietig. Dus het was een rouwproces en een geboorte van nieuwe relatie. Want jullie gingen toen ook echt op zoek naar een huis en samenwonen. Hè? Ja. Ze gingen er echt voor. Dus dat was ook een bizar contrast. Dat je aan de ene kant brokenhearted en aan de andere kant natuurlijk joy. Want hun liefde, dat had ik ook al heel snel in de gaten. This is for real. Daar kan ik wel flauw over doen. Maar dit klopt gewoon. Wow. Ja, dus daarin kon ik ook voelen, ik moet gewoon mee met de stroom. Maar mijn persoonlijke proces bleef ook gewoon zijn ding doen. Dus soms had ik het er helemaal mee gehad allemaal. En kon ik even helemaal niet in die liefdevolle flow zitten, dat het klopte. Ja, soort van wel, maar ik was soms ook gewoon weer even heel boos. En daar ben ik ook altijd eerlijk over geweest. Dus niet zozeer dat ik ruzie ging zoeken, maar dan zei ik gewoon tijdens de app, jullie moeten even op het moment niet zoveel contact met mij zoeken. Even op afstand, want ik ben in oorlogmodus. Dus leave me. En daar hebben jullie ook gewoon altijd wel respect voor gehouden. En ik kwam altijd weer terug in liefde. Is het nou zo, ladies, dat als de kinderen dan niet waren geweest, dat jullie misschien niet hier hadden gezeten? Is de kinderen... Dat weet ik wel zeker. Natuurlijk wel. Dus eigenlijk vanwege dat de kinderen er waren, is alles... Ja, ja, want je doet... Je moet gewoon wel die situaties voor... Die kies je niet zelf. Nee.
Weet je, als dat niet had gehoeven, dan hadden we sowieso niet gedaan. Maar voor de kinderen probeer je wel gewoon een soepele overgang te creëren. Nee, als de kinderen niet waren geweest. Nee, ik heb soms ook echt van die gedachten gehad van waarom kan ik deze man nu niet gewoon forever uit mijn leven zetten? Dat zou makkelijker zijn, weet je wel, maar dat kan niet. Ja. Ook omdat ik heel erg voelde van, het is echt de bedoeling dat we met elkaar een mooi, fijn, lopend gezin gaan creëren. Dus ja, daar moeten we naartoe reizen. Hoe, wist ik soms even niet. Maar... En toen kregen jullie ook nog een zoon. Dat was voor mij in eerste instantie ook weer even nieuws. Dat ik dacht, even slikken. Omdat het voor mij natuurlijk ook wel weer verdrietig was om te zien dat hij voor haar wel die papa kon zijn. Terwijl in mijn zwangerschap van mijn zoon was het meteen chaos en toestand. Omdat jij toen al was verschenen. Dus toen moest ik dat ook weer even allemaal doorvoelen. Van oké, nu zie ik dat die wel voor haar helemaal is wat klopt. En was wel verdrietig. Maar ook daarin voelde ik gewoon, ik ga uiteindelijk wel ook weer kiezen om mijn hart open te zetten. Ook voor dat kind. En ik weet nog de eerste keer dat ik hem zag ook. In zijn wiegje. Ik keek hem aan in zijn ogen. En het was meteen herkenning. Zo van, I know you. Zo bizar, maar heel mooi. Dus dat ik ook voelde, eigenlijk een beetje gewoon ook als een kindje van mij, weet je wel. Vond ik toen ook heel raar, want mijn mind dacht natuurlijk ook, wat een onzin is dit nou weer. Maar gelijk in mijn hart. Het klopt inderdaad. Ja, wel. En op zich ook de verbinding die jullie ook hebben, is ook gewoon weer... John die vindt hele andere dingen bij Vanessa. En dat is ook wel een soort van mama. En dat zegt hij ook soms wel eens. Toen nog kleiner was van, mag ik dan ook mama zeggen? Ja, dat mag gewoon. Ja. Weet je, de andere twee zeggen ook mama. Oh ja. Volgens mij heeft hij geprobeerd. Hè? Toen even, hij zat er een beetje zo mee te spelen. Oh. Ja, dan noem ik je wel mama Vanessa. Maar dan uiteindelijk, nu zegt hij gewoon Vanessa. Nee. Dus dat hele mama ding is niet meer ingewikkeld voor hem. Maar dat was even zoek toch voor hem. Want hij voelde hem ook wel echt met mij. Ja, bijzonder hoor. Ja. Ja. Echt heel bijzonder. Echt super lief allebei. Ja. Ja. Ja, dus zo kwam het door de tijd heen gewoon mooi in liefde en harmonie bij elkaar. En nu zijn we een modern family, wat gewoon klopt. Ik denk dat de eerste paar jaar waren turbulent, omdat je gaat families bij elkaar zetten. Weet je wel, wij op een gegeven moment, het wordt steeds minder moeilijk. En op een gegeven moment kan je ook gewoon elkaar gewoon los appen of alleen ontvangen of wat dan ook. Maar op een gegeven moment ga je de families erbij zetten. En die moeten er ook allemaal heel erg wennen aan elkaar. Oh. Terwijl er eigenlijk ook best wel veel overlap is qua sfeer en persoonlijkheden. Dus dat is ook wel weer een hele bijzondere. Want wij doen gewoon de verjaardagen doen we gewoon allemaal samen. Ja. Weet je, gewoon gooi heel die hutspot dan ook maar weer samen. Verjaardagen van de kinderen dan, hè? Ook. Maar het is dat ik mijn verjaardag niet echt vier. Mm. Maar als we er zin in hebben, nodigen we elkaar ook uit. Ja. 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 Mooi. En dus dit hele mooie verhaal is een mooi geheel geworden, zeg maar. Ja. Maar nu is er ook iets anders wat jullie samen hebben neergezet of aan het doen zijn. En zo blijven de cadeautjes komen, want ook dit had ik zeker nooit niet bedacht. Wat is dit? Vertel eens even. Wat is dit? Vertel maar even wat jij voor een mooie cursus hebt lopen. Vanuit Secret Soara, Secret Soara is mijn bedrijf, ben ik inmiddels alweer 4, 5 jaar geleden gestart in ontspannen in klanken, ontspannen in muziek. En ze zijn klankmeditaties, het is yoga, het is aroma, het is eigenlijk alles wat bij mij, mijn slogan is ook deep dive in relaxation and you are free. En mijn bedrijf en jouw bedrijf zijn ook een beetje in een gelijke stroom een beetje opengaan. Dus wat is jouw bedrijf? Mijn bedrijf is Vanessa Leon, maar zing je vrij dus. Ja. Combinatie van sound healing, zangles, stembevrijding.
persoonlijke ontwikkeling. Wat ik één op één doe en ook in groepsverband. En ja, het is überhaupt al heel geestig dat jij het spirituele pad ook ging verkennen. Terwijl je dus met Steven in relatie was. Want dat was niet hoe hij haar heeft leren kennen. Dus dat vond ik ook een heel grappig iets om te zien. Omdat ik ging ook het spirituele pad verkennen. Toen ik dus gescheiden was van hem. En een paar jaar later zag ik jou ineens dat pad opgaan. En dus ook met klank. Jij hebt wat minder de focus op stem. Maar het komt wel af en toe. Hè, ja. Doe jij zelf je stem mooi laten klinken. En dus ik zie dat zo gebeuren, dat ik ook echt dacht, nou, dit is ook een grappige toevalligheid. Ja. Dus toen heb ik er wel eens over nagedacht van, nou, misschien is het wel leuk om haar een keer uit te nodigen in de workshop. Zin je vrij, heb ik geloof ik ook wel eens gevraagd, maar het kwam er allemaal nog niet helemaal van. Nee. En nu jij dus zo'n mooie deep dive cursus hebt samengesteld, zag jij ineens voor je dat Zing je Vrij daarbij klopt. Mee. Nou ja, ik heb jarenlang in binnen- en buitenland heb ik lichtconcert gegeven, yogadocent geweest en ademondersteuning, cacao, eigenlijk heel breed, heel intiem en heel groot. Ik moest van yoga en heel zwaar sjouwen, want dat is met al die spullen van het mooie klankwerk. Werd ik op de rem gegooid vorig jaar in mei. Vanwege toch wel een slechte rug. Ook artrose. En toen ben ik op een gegeven moment, daar ben ik heel verdrietig van geweest. Geen yoga geven meer, maar yoga beoefenen op een andere manier. En niet meer met 1000 gongs het land doorreizen. En toen dacht ik van, nou, dit gaan we anders doen. En ik heb altijd heel veel creatiedrang. Wat ben ik? Human design? Een manifesting generator. Ja, dus bezige bijtjes. Ja, ik ga gewoon altijd. Ik zit altijd in de oplossing van, oké, ga ik niet doen? Nou, dan ga ik dat doen. Ga ik niet dat doen? Ga ik dat doen? Ja. Heel veelzijdig. Een vriendin van mij die noemt onszelf dan ook een multi-passionate ondernemer. Dus ik heb meerdere passies. En daar kan ik allemaal heel hard in gaan en heel goed in gaan. Dus ik kreeg heel veel vragen over mijn handpanlessen. Ik werk bij de handpanstudio, over de klankschalen, over van hoe kunnen we dit allemaal gewoon in een programma steken. Waarbij van yogadocent tot massagetherapeut tot meditatiecoach, dat die gewoon een gedegen klankmeditatie kan neerzetten. Zonder dat je denkt, oh, ik doe maar wat met mijn klankschalen. Want er zit wel wat know-how bij. En dat heb ik in een mooi programma, een online leeromgeving gestoken, met live dagen. En de eerste groep startte en toen had ik al een stuk onderdeel voice. Want je stem is je eerste instrument. En toen dacht ik van, ja, maar dat ga ik niet zelf doen. Dat gaat Vanessa gewoon doen. En die doet een workshopje in mijn leerproces, in leeromgeving. En dat was zo goed. Ah, wacht even, dat spreekt. Oké. Dus jij denkt daarbij zo, oh, dit moet Vanessa doen. Kwam echt vanuit jezelf? Of heb je het gevoel dat het ook ergens anders vandaan kwam, die ingeving? Nou ja, ik denk dat we gewoon al jaren wel met de gedachten speelden. Ja. Want je ook, ik ben een online leeromgeving begonnen. En ook, weet je, ik wist ook wel van, oh, dit is interessant. Ook van misschien kan ik dat voor Vanessa ook eens in gaan richten of daar, weet je wel. Misschien, ik had wel zoiets van, hier kunnen we misschien. We zitten nou, weet je, de levels zijn helemaal. Alle sterren staan zo, zeg maar. Ik had wel zoiets van, er komt wel iets uit. Omdat we inderdaad ook wel met het idee hadden gespeeld om in het iets te gaan doen of, weet je wel. Kwestie van, dat de tijd gewoon rijp was. Dan ben ik toch even benieuwd, ladies. Hè? Want van buitenaf dit verhaal horen, ben ik wel benieuwd op welk moment. Want vanaf het moment je kon elkaar achter de hang plakken. Tot oké, we moeten dit gewoon liefdevol uitzoeken met elkaar. Totdat het dus, lijkt mij, op het moment dat je zo'n samenwerking. Dan ja, zijn er zit ook er wel wat dingen niks over. Meer waar je. Begrijp je nee, van? Ik was vooral nieuwsgierig. Sowieso kwam het voor mij wel echt uit de lucht vallen. Ik dacht, hè? Oh, wat grappig dat ze mij daarvoor vraagt. Dus ik was er bewust niet zo meer mee bezig, dat soort ideeën.
En ik was oprecht benieuwd naar wie jij bent in jouw werk. Omdat ik natuurlijk wel al had gezien wat je allemaal doet. Maar ik had er nooit echt ervaren. Terwijl ik je wel al een aantal jaar gewoon close ervaar in het gezin. Ja. Dus ik was vooral nieuwsgierig. Oh, wat leuk. Mooi. Een heel nieuw speelveld even ontdekken. En toen we dat dus gingen doen, in de praktijk gingen brengen, toen voelde ik wel weer dat hogere dingetje in onze hele creatie op alle lagen. Zo van, hé, dit klopt gewoon. En waar het allemaal naartoe mag ontwikkelen, I don't know, hè, dat laat ik altijd lekker los. Maar ik voelde wel, dit is er eentje die klopt. Mooi. Dit is geen toevalstreffer. Nee. Dit gaat verder groeien naar I don't know where, maar... Nou, in de afgelopen jaren maak je elkaar mee. En het is niet dat we elkaar alleen maar zagen op verjaardagen of zo. Weet je, je bent kinderen om de week aan het ontvangen en aan het terugbrengen. En weet je, dat je ook wel net gewoon... Dat ik vertelde over mijn moeder. Mijn moeder was vroeger altijd wel spiritueel. En... dat ik volgens mij, dat ik tegen jou vertel, wel ja, toen ik 10 was, had ik al mijn eerste aura healing. Weet je wel, werd ik weer meegenomen door mijn moeder. Van nou, ja, de aura zit te dicht op de lichaam, weet je wel. En dat voor mij was iets van, oh kom op, weet je wel. En jij was super spiritueel in mijn ogen. Terwijl ik ben zo opgegroeid en ik had er gewoon even geen zin in voor een hele lange periode. Ja. Maar het zat er altijd wel. En dat ik al zoiets van, ja, weet je, keelchakra, wat interessant. Want dat is bij mij ook altijd een thema geweest, weet je wel. Het niet kunnen uiten thuis. En wat doet dat in je systeem? En dat jij daar dan in werkt, weet je wel. Dus de afgelopen jaren, het is niet zo van, oh, nou, jij doet dit en ik doe dat. En ik zie overlap. Weet je, we hebben wel gesprekken gehad wat misschien daar ook gewoon aan B heeft geholpen. Ja. Van, ja, dat is wel weer wat meer overlap en wat herkenning. En je koopt dus een instrument en... mooi. Ja. Handpannen vind ik ook mooi. En weet je wel. Dus daar zijn we op een gegeven moment samen steeds meer. Dat we steeds minder in de groepsapp zaten. Meer gewoon even zelf. Ja. Even één op één elkaar op konden zoeken met vragen. Dus eigenlijk, girls, zijn jullie nou vriendinnen geworden? Ja, vriendinnen vind ik niet het woord. Dat klopt. Nee. Het voelt voor mij eerder. We zijn al ergens op een andere lage soort sisters. Ja. Want dat was ook de feedback die ik kreeg toen ik haar nog nooit had gezien. Van mensen die haar dan ontmoetten. Ja, het is een beetje raar, maar het zou zo je zusje kunnen zijn. Weet je wel, een beetje dat soort dingen vielen al. Af en toe. Ja, en zo voelt het voor mij nu ook wel. Zo van ja, er is gewoon op een bepaalde laag een familiedingetje waarmee we dus ook dit gezin samen doen. Ja. Dat is natuurlijk een diepe familieband die je dan gewoon in de praktijk brengt. En ergens voel ik op zielsniveau ja, dat je toch mijn sister bent. Altijd al gewild. Nou, ja. Dat kan. Mooi. En dat het gewoon kan. Ja. En dat hij dankt hij ook nog steeds regelmatig daar voor. Is jij echt dankbaar voor. Ja. Want je ziet het echt veel te vaak. En ik weet je wel, ik vind het elke keer bizar van dat het ook echt de andere kant uit kan gaan. Na een scheiding of zeker. Bij een nieuwe vrouw of met bonuskinderen of... weet je wel, wij gaan er gewoon allemaal heel erg vanuit van... Nou, maar dit is the way. Klopt. En dan elke keer word je toch weer met je neus te feit van... Oh shit, we hebben gewoon een hele mooie, dankbare situatie hier... waar we gewoon helemaal gelukkig in kunnen zijn. En daarom vond ik het ook ineens een mooi plan om dit te gaan vertellen. Ja. Omdat ik dus best wel wat mensen door de jaren heen... Ja, echt verbaasd en... Zoiets had, wow, dat jullie dat kunnen en wat inspirerend, wat mooi. Ja. Terwijl wij helemaal niet per se beseffen dat sommige mensen dus in een soort drama blijven met elkaar. Ja. Dus daarom dacht ik misschien mooi om dit te delen, want dat kan ook op deze manier. Een confronterend pad. Je moet echt willing zijn to face your shadows en opnieuw steeds te kiezen voor een open hart. Opnieuw te blijven kiezen voor een leven... Waarin je dus ook je overgeeft aan het leven. Zo van, het leven zal het wel snappen wat hier gebeurt. Want soms snap je het zelf niet. Ik zou het heel mooi vinden als jullie eigenlijk
elkaar willen presenteren? Of hoe zien jullie elkaar? Nou, eigenlijk vind ik je gewoon hartstikke knap. Vond ik ook een beetje confronterend toen ik je voor het eerst zag. Dacht ik, wauw, wat een knappe vrouw. En ja, heel zacht, lief, toegankelijk vind ik jouw energie. Ook een dienstbare vibe heb je. Beetje de Indische roots, denk ik. Geduldig vind ik je ook, maar goed, dat is wat ik van je zie. Ja, zijn waarschijnlijk de mening over verdeeld. Ja. Heel creatief, heel energiek. Je bent heel veel bezig met creaties. En daarin lijkt je een soort van... ja, een bron van inspiratie die nooit opgaat. Ja, gewoon een hele lieve, mooie, zachte, warme vrouw. Ja. Mooi, hè? Ja, mooi. Nou, ik vind jou ook een hele knap vrouw. Want ja, dat is gewoon wel een feit. We zijn gewoon allebei gewoon heel erg knap. ik vind jou een hele fijne, warme moeder. En heel, heel lief. En ook creatief. Muzikaal. En ik vind het mooi hoe jij voor jezelf staat. En voor jezelf opkomt. En heel mooi je grenzen kan aangeven. Waar ik dat soms niet kan. En dat de Amsterdamse tongval en daardoor ook gewoon de hardheid die bij een Brabander af en toe een beetje heftig overkomt. Ja, dat heb ik niet. En daar ben ik wel een beetje jaloers op altijd. Dus dat kan ik heel erg waarderen. En dat daar dan ook gewoon een hele mooie grens in jezelf, om die ruimte voor jezelf te bewaken en te bewaren. Ja, vind ik een hele mooie gave. En daar steek ik weer heel veel van op. En ik vind jou een mooie vrouw in jouw vrouwenfamilie. Mm. Dus een fijne zus en een fijne dochter en een fijne tante. En een fijne partymama voor ons lieve kleine zoontje. Ja. Ja, en we doen het samen. Ja, ja. Dankjewel. Samen. Ja. En ik hoor een heel, heel mooi contrast in ons ook. Want jij vindt dan mijn kracht soms, dat ik makkelijk nee kan zeggen, vind je heel mooi. En ik vind dus jouw zachtheid en toegankelijkheid juist heel mooi. En ik denk ook dat dat zo mooi samenkomt in het werk dat we brengen. Ja, dat is want, een mooie combi. Want hoe verrijken jullie de wereld samen? Nou, ik dus met Zing Je Vrij en stembevrijding, maar ook gewoon wie we zijn als mensen. Dat is eigenlijk al genoeg, hè? Je hoeft niet allerlei toeters en bellen uit de kast te halen om de wereld te verrijken. We zijn al genoeg. Maar we zijn er wel om de slingers op te hangen. Ja. Dus met stemwerk is mijn aandeel. Ja, ja, en met het klanken aan mijn kant. Dus ik geef sound healing, concerten, lichtconcerten. Ik geef wel degelijk ook wel muzieklessen, handpanlessen, maar... de zachtheid zit het in het ontspannen. En dat heeft een hele helende werking. Of het voor mensen zijn die het willen ondergaan. Als die het juist ook willen uitdragen. En dat uitdragen, daar kreeg ik heel veel vragen op. Omdat mensen die vinden iets bij jou, of in dit geval bij mij. En dat vinden ze ook bij jou. En daar is de deep dive ook op aangesloten. En de deep dive into sound meditation is... vorig jaar ontstaan. Een programma van A tot Z om gedegen klankmeditaties te geven. Of het nou voor één op één is, thematisch, ceremonisch. Of voor grote groepen of in het bedrijfsleven. Dus hoe kan je klank toevoegen en hoe verrijkt het jouw leven? Dat leer je in een deep dive door middel van een online leeromgeving en de theorie. Op verschillende vlakken, maar ook... de diepgang in jezelf en de diepgang in jouw eerste instrument en het belangrijkste instrument, en dat is je stem. En daar komen we samen.
Ook de combinatie van inderdaad echt een leeromgeving zijn. Dus ook muziektheorie komt langs. Maar ook echt gewoon een innerlijk proces. Het is ook een transformatieproces. Ja. En ook mooi wat je benoemt, dat het zowel voor mensen zijn is die dus ja, misschien sound healing of stemwerk willen toevoegen aan hun eigen mooie werk. Of mensen die gewoon ontzettend geïnteresseerd zijn naar de helende werking van sound healing en stem. Dus dat komt er allemaal in voor. Dat is ja. Echt heel tof. Ja, dus daarom is het was al een breed pakket, maar dat Vanessa daar nu in, nou klopt het. Nu is je echt van A tot Z. Van A tot zing je vrij. Ja. En hoe heb jij dit ervaren, Vanessa, van het moment dat Sylvie dit voorstelde? Hoe kwam dat binnen bij jou dan? Ik vond het gewoon een heel leuk, vernieuwend iets. Ik denk, leuk, gaan we doen. En verder had ik er niet veel verwachtingen op. Ik voelde wel dat het dus ook echt om een leeromgeving gaat. Dus het is zowel een spirituele reis als toch ook een opleiding in klank en muziek. Zo voelde het voor mij wel. Dat is een iets ander gevoel dan mijn eigen werkveld die ik neerzet. Dus het was ook wel even zoeken. Maar voor mij ook juist verruimend, want ik heb gewoon wel kennis van muziektheorie en ook hoe de stem werkt. Dus ik vind het ook heel leuk om dat allemaal weer op te frissen en erbij te halen. Dus in het geheel wordt het daarmee een verrijkend pakket. En ik vond het gewoon heel leuk, maar ook af en toe bizar. Zit ik gewoon in Sil haar cursus Zing je vrij te doen. Dus weer een beetje terugkijken naar alles wat er gebeurd is. Toch ook verwonderd zijn van kijk nou wat we aan het doen zijn. Ja. Maar ik weet zeker dat, omdat we delen wel wat op Instagram of we delen wel wat op Facebook. Ik weet zeker dat mensen, als ze ook bijvoorbeeld, als ze ons vaker gewoon samen gaan zien, dat ze wel echt wel achter hun oren of achter hun oren krabben. Zo van, hoe is dit nou opeens zo gekomen? Ja. Het was toch een hele andere dynamiek ooit, ja. Weet je wel? Ik weet zeker dat mensen daar misschien wel eventjes op gaan fronsen of helemaal zo. Helemaal leuk. Helemaal leuk om dat te laten zien. Ja, dus eigenlijk zijn, ik hoorde net verruiming. Eigenlijk is jullie hele reis, zeg maar, vanaf het moment tot nu en nog veel verder, is gewoon verruiming. Verruiming, hè? Openstellen. Ja. In plaats van dichten, echt openstellen. Wat mensen helemaal op aangaan is als ik vertel van nou Vanessa die doet de Deep Dive into Voice, want we hebben altijd wel contact met alle deelnemers en fun fact, weet je wel, ik ben ze is de moeder van mijn bonusgeschenken en dat vinden mensen dan van oh, maar dat klinkt aangenaam. Ik zeg, dat is eigenlijk ook wel zo, ja, weet je wel, want we veranderen gewoon de dynamiek. Ik ben geen stiefmoeder. Nee, ik ben, weet je wel, dat is de moeder van mijn bonusgeschenken. Vanessa is de partymama van mijn zoon. En we noemen onszelf mother family, weet je wel. En ergens hopen we daar mensen ook gewoon even op aan te raken. Van, los van dat onze reis boeiend is, weet je, is het inderdaad ook gewoon heel verruimend geweest. En kunnen we ook daardoor authentiek een heel mooi klankprogramma opzetten. Wat niet alleen dus een muziekles is, maar ook echt een deep dive is in wie ben jij en waar sta jij en jij mag er zijn. En waar is er, zit dan misschien verruiming bij die persoon, hè? Ja. En wij zijn open jouw termen real. Maar dat vinden mensen, dat is wel iets wat ik ook wel zou waarderen als ik ergens terecht zou komen. En ik vind veiligheid heel belangrijk en dat betekent ook gewoon openheid en eerlijkheid. Ja, authenticiteit. En dat zijn hele belangrijke kernwaarden waar mensen, gewoon wat voelbaar is. En als dat mijn kernwaarden zijn, dan zijn dat ook automatisch de kernwaarden die ik zoek in een verbinding die ik aanga. Of dat nou op een privévlak is of op zakelijk vlak. Als er iets niet klopt in die kernwaarden met elkaar. Mm-hmm. Ja, dan betekent dat er geen verbinding plaats kan vinden. En dat is wel een grote boodschap ook naar iedereen die bij ons voorbij komt. Ja, en er popt ineens bij mij iets op. Mm-hmm. Over kernwaarden gesproken. Toen wij in elkaars leven verschenen, kon ik mij niet voorstellen dat onze kernwaardes overeen zouden komen.
En dat is dus ook het grote surprise effect van sommige situaties in het leven waarvan je denkt, oh my god, what's happening, dit wil ik niet. Soms is het echt zo dat er een cadeau in zit die je niet kan voorstellen. Wij kloppen gewoon met elkaar. En die kernwaardes, inderdaad, daar kom ik nu steeds meer achter. Hoe dat best wel enorm op één lijn altijd al heeft gelegen. Maar dat kan je je niet voorstellen, omdat je niet snapt dat het er dan ook eventjes lelijk uitziet, de situatie. En dat vind ik ook echt een verrassing. Ja. Ja, en dat is eigenlijk dan ook gewoon wel meteen de boodschap. Gewoon naar alles wat er bij ons voorbij komt en alle personen en alle... En dat vind je dan ook als jouw kernwaarden op een heel ander vlak liggen. Ja, dan kom je waarschijnlijk, loop je aan ons voorbij. En dat is prima. Ja. Maar het zijn wel vaak de mensen die zeggen van, oh ja, weet je wel, je voelt het en je weet het. En sommige mensen zijn het even vergeten. Maar ja, die verruiming, die is er wel. My God, dat is echt heel mooi. Dank jullie wel, ladies, voor al je openheid, je kwetsbaarheid, je elkaar zien, aanvoelen, respect hebben voor elkaar. Echt holding space voor wie die ander is, voor wie je zelf bent. Alles ook durven zeggen, met respect naar elkaar toe en voor jezelf. En ik vind jullie echt een prachtig voorbeeld voor hoe het ook kan, samen. In plaats van je hart sluiten in je angst. Ja. Verdwijnen, deuren dicht doen. Nee, juist durven openstellen. Durven de ander te ontvangen. Durven verder te kijken dan waar de angst gevoeld wordt, zeg maar. En daar is licht. Ja. En daar ontstaan hele mooie, prachtige dingen. Ja. Wat we soms niet eens beseffen. Maar door gewoon open te staan en te ontvangen, durven ontvangen. Ja. Komen er heel mooie dingen uit. En durven feesten. En durven feesten, ja. Be real. Ja. Ja. Mooi. Dank jullie wel. Ja, heel erg bedankt. Thanks. Thanks, girls. Thanks, girls. Ja, thank you. Ja, dank je wel. Ja, en jij, hè? Ja, jij ook, bedankt. Echt dapper wat je allemaal deelt.